Hallo kijkers van Shark Surprise, we gaan naar de nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock. Nandoing? Nandoing! Oké. De vorige aflevering werd mijn Tinkerton in de pan gehakt. En dat wil natuurlijk niet nog een keer laten gebeuren. We mogen Pokémonen gaan vangen en ruilen. Tot level 45 als het goed is. Green. Kan je geen Quickballs kopen, Mati? Nee, dat is echt pas na gym 7 of zo. Warm bullshitting. Mokering lading. Ja, mokering lading, inderdaad. Is de mokering lading. Dus daarom ga ik naar een van die eerste routes. Ja, maar ik heb van die herhaalballen gekocht. Herhalingballing? Kijk. Ik vang dan even wat random shizzle mijn ezel. En deze dingen gaan gewoon lekker in de pokeballing. En dan kan ik een shotje nemen. Hey, pokeball! Shotje! En dan zeggen we allemaal... Suiping, scouting. Lekker. Ja. Maat, ik gooi een fucking repeatball. Repeat me dan, jongen. Repeating. Ja, je had hem al... Nee, maar je hebt nog nooit een Jigglypuff gevangen. Oh. Never mind, dan werkt de repeatball niet. Nee. Je moet wel iets kiezen wat je al een keertje hebt gevangen. Sorry, ik was even een loser boy. Kan gebeuren. Ik dacht, oh, jij had twee Jigglypuffs geruild natuurlijk. Ja, klopt. Ik was het niet dat jij een Jigglypuff voor een Jigglypuff ruilde? Dat je alsnog een Jigglypuff moest gebruiken? Ja. Helaas. Hier, deze deeghond mag ik wel vangen. Ik ga het dol makkelijker doen. Ik doe gewoon een random terror raid, want dan krijg ik ook candy. En dan vang ik gewoon wat ik krijg. Dan moeten we straks... Sander lang wachten op jou. Oh shit, dat is wel waar. Oké, dan doe ik er eentje met dit en dan vang ik nog één los. Want ik heb er al eentje gevangen. Lekker man. Oeh. Couldn't get away? Wacht, ik kan ook gewoon ok. Want het is toch een fighting type. Kijk, ik moet tegen Nosepass. Als Nash eventjes oké zegt, dan kunnen we gewoon beginnen. Ja, maar Nash is een lureboy, want hij heeft een PlayStation 5. Hij gebruikt een Trevenant. Maar hij heeft wel een magische Trevenant, hè? Gevangen met magische poeder. Ja, dat heeft hij wel nodig tegen Dark-type Nosepass. Ja. Even kijken, heb ik nog Appies? Nee. Egg is about to hatch. Ja, maar ik speel geen Pokémon Go meer. Gelukkig niet, ding. Nou, ik wou dat ik het nog kon spelen, maar... Ja, ja, dat is gewoon niet mogelijk. En dat is zeer zering. Ja. Zekering, want... hij was al bijna in één keer dood. Trade and surprise. Clankering. Je kon nu volgens mij Primal, of nee, Origin, ik weet niet meer welke het is, maar een Dialga en Palkia vangen. Oh. Jee. En het enthousiast? Met een code kon je Rotom vangen. Wow. Maar ik gewoon vangen. Ja, ik probeer. Nee, ik heb nog geen Rotom, dus ik probeerde zo'n code te gebruiken, zo'n promocode, om hem, zo'n challenge te krijgen om te kunnen vangen. Maar, zeg maar... De pagina waar je de code zou kunnen invoeren. Die was Footsie. Was die Since You Been Gone? Ja, die was Since You Been Gone. Oh, dus ik snapte er helemaal geen tering van. Dus dacht ik, nou, laat maar zitten. Skip dit. Skip die bitch. Volgens mij kreeg ik nu een Elkandy. Heb jij een Stone Journer? Ja, die ik mag gebruiken. Stony Boy. Hij is stoned. Stoned. Hij is stoned journer. Hij is stoned journer, als een kanaal.
Oké, okay, even Pokémon in. Pokémon. Ja, maar ik wil even wat anders. Ik wil ook mijn, degene waar ik het naartoe ruil, wil ik even ik wilde zeggen vergassen, maar ik bedoelde verrassen. Ah, ja, ja, dat bedoelde je. Speaking of gassing, ik zie daar een Gastly, dus ik vang wel gewoon een Gastly. Oh, dang. Een Lechonk. Had je al een Lechonk? Nee, volgens mij niet. Nou ja, dan zijn we Lechonk Brothers. Ik had het de vorige keer. Dat is waar. Hoppatee. Ik ga wel eventjes checken of ik al een Lechonk had. Nee. Setting. Oh, ik heb niet eens gekeken of die niet te hoog level was, maar daar ga ik niet van uit. Nee, waarschijnlijk mag je hem, of, nou ja, moet je hem accepteren. Wat een acceptering. Acceptering die ding. Even kijken, die kan hier naartoe, die kan hier naartoe. Ik heb die gevangen, die moet even hier naartoe. Kijk, deze drie moet ik gaan ruilen. Hij kan wel de acceptering krijgen. Except my Gastly. Een Master Ball Cresselia? Gecheat! Een Penny Pokémon. Ja, een Penny Pokémon, want hij is gecheating. Sorry, Penny. Nou ja, hij kijkt dit toch niet. Dus... Nee. Hoe level 100? Ik denk niet dat hij gecheat is. Nee, dit is legit. Milani, wat doe je nou, Ink? Ruil je hem gewoon weer? Zo ben ik. Oh, poch! Riolu! Ja! Ja. I do be poching. Really hard right now. Die is sowieso level 1. Holy damn. Nee, maar de vorige keer dat ik Riolu kreeg, toen was hij... Of ik kreeg een Lucario. Dat was het. Lucario? Een Lucario hey. Was zo goed. Doep! Oh, dooping. En dooping. Level 16, I'll take it. Ik moet alleen die berries gaan volproppen, dat beest. Dan kan ik hem evolving en dan kan ik hem lekkering gebruiken. Lekkering gebruiken. Een vuile beta Fido? Fido? Dat is bijna Sharpedo. Sharpedo? Is een scherpe pedo? Scherpe pedo. Nee, niet nog een keer. Nee. I do not accept this. Never ever. De Igli is buff. De Igli is buff met mijn aars. Ik vond het al verschrikkelijk om te gebruiken. Ik ga dat niet nog een keer doen. Doei. De Denne incoming? Nee. Dan ga ik huilen. Oh, de Denne, dan ga ik echt huilen. Dat is wel echt zo'n huil Pokémon. Kijken. Inkey? Maar die kan het hoogste level zijn. En dat is waar, dat hoop ik, want ik vind dat echt een kut Pokémon. Maar hoe ga je hem hier volven tijdens het opnemen? Dunsparce. Nou ja, ik heb wel een keertje een sweep gedaan met Dunsparce, dus ja. Ja, level 8 is te hoog. Lekkering. Oh, vuile inkey is in Shumingani. Goodbye. Nou, ik accepteer Dunsparce, maar... I guess. Ik denk dat het hier... Ja, level 19. Nu alleen Nosepass nog, Rowling. Ja, think. Wil je het gaat straks een keer voorkomen dat... We gewoon een legendary krijgen. Nee, ik denk niet dat iemand zijn legendary gaat surprise treden. Tenzij wij dat zelf zijn. Maar ik denk niet dat we dat gaan doen. Nee. Hey, Sint-Jumingon. Kijken wat ik krijg. Een Glurry. Nee, die is te hoog level. Al wel level 45, hè. Ja, dus het kan zomaar. Level 30, hoppatee. Level 30 Glalie incoming. Oeh, maar je krijgt hem toch alleen in de Blueberry Academy?
dacht ik. Oh, is dat zo? Ik dacht oh nee, wacht, het zit nee, ook Snorunt in. Nee, Snorunt is gewoon een overworld Pokémon. Ah, nou, gaan we even kijken. What does the deck say? Level 50. Oeh. Nou ja, na de volgende gym mag ik hem wel accepteren. Ja, maar dat is ook kut als je naar level 50 Pokémon krijgt. Het ligt een beetje aan. We zitten nu met de gym is nu het hoogste level 42. En ja, oké, okay, maar je, dan mag hij maar level 50 zijn. Ja, dus oké. Okay, dan moet je niet ja. gebruiken tot de gym. Oeh. Ja, maar die is sowieso te hoog level. Sowieso. Oeh, een Eevee. Heb ik niet al een Eevee? Ja, jij hebt al wel een Eevee. Dat weet ik niet. Een Eboli. Ik dacht dat je wel een Eboli had. Trouwens, Screamtail. Fuck, dan heb ik weer een Jigglypuff-achtige Pokémon. Mm. Ah, nee, ik heb nog geen Eevee. Ik heb wel een Eevee. Ja. Ja, ik heb wel een Eevee. Dan gaan we hem gewoon weer Steentje op Bingoning. Goodbye. Nou, we zijn al 11 minuten bezig met het vinden van nieuwe Pokémon, hè. Ja, het duurt altijd wel even, hè. Terwijl we eigenlijk nu meer dingen kunnen accepteren. Ja, precies. Nou ja, ik had geen nee gezegd tegen Screamtail, maar die is gewoon te hoog level. En met Mika ruilen? Dat is bijna Mila, maar dan met een K. Ja. Oeh, een shiny Turtwig! Hé, hey, jij ook. We krijgen allebei dezelfde Pokémon. Met dezelfde... Nee, niet met dezelfde naam. Oh, joh. Zijn wij Soul Linked? What the freaking... Welke moves heb jij? Dezelfde als jij. Grassy Glide. Hoe kan een Turtwig Grassy Glide leren, jongens? Wat een vuile bullshit. I do not believe... En ik heb al een Turtwig. Oh ja, jij hebt ook al een Turtwig. Yes. Zo'n twijgje. Zo'n poeptwijgje. Ja. Pokémoning. Gotta catch 'em all. We got a swapping. Doei. Vuile bitta. Wee. Een heelbal met een Breloom. Oeh, een Breloom zou ik zeer nice vinden. Ik vind Salzburg wel minder. Ik heb wel in Gen 5 Salzburg gebruikt, maar... Ik ook, in de monotype. Ja, in de monotype... Ja, oké. Okay. Had jij normal? Nee, grass. Maar je hebt wel fighting... Of normal. Nee, ik denk grass. Wacht, ik ga er trouwens klakkeloos vanuit dat die dat level goed is. Oh. Oké, okay, we gaan ja, weer... nice. Lankering. We gaan weer wat dingetjes wisselen, denk ik. Ik denk Palmot eruit voor Riolu. Heb ik iets van een Dark-type? Zorua. Ik weet niet. Want ik moet ook tegen Mimikyu vechten uiteindelijk. Nee, ik denk dat ik alleen Palmot eruit gooi voor Riolu. Lekkering. Lekkering. En dan gaan we kijken of we die berries hebben. Berry, 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 berry. Berry, 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 berry. Berry. I love a berry. Gewoon alles hierin pompen. Kijk, dit zijn allemaal heet berry, bla bla bla. Daar heb ik niet zoveel aan. Oké. Okay. Kenny. 10. Rock smash. Huh? Hij ging gewoon de menu uit. Wow. What the freaking? Dat is niet de bedoeling. Een magische poedering. Ja, blackberry. Yeah.
Ja, lekker! Lucario, incoming! Heb jij een Necklestack? Ik heb een Necklestack, ja. Lekker! Kijk. Doe een Aura Sphere op dit ding. Kijk, wat kan hij nog meer leren? Metal Sound, Calm Mind. Calm Mind is niet heel slecht. Kijk voor dit. En Metal Sound hoeft niet. Rock Smash is slecht. Steadfast. The boy heeft Necklestack. Garnacle. Ik zag die in mijn box. Ik dacht van, dit is gewoon het moment om zo'n Pokémon een keer uit te proberen. Hij zou heel goed zijn. Zeker in competitive. Quick Guard hoeft niet. Oh, ik wilde niet één gebruiken. Pwn Rush. Oeh. Ah, maar dat mist 100%. Dat kunnen we niet hebben. Swords Dance. Oeh. Geef mij maar Swords Dance. Dan doe ik even deze. Oh, level 41, prima. Psychic! Ik moet na deze aflevering weer wat candies gaan farmen. Poef. Ik misschien ook. It do be fasting. Die nog even. Oké, de volgende gym was Poison of niet Poison? Poison hebben we al gehad. Ghost. Oh, Ghost of Psychic? Type gebeuren of level cap. Of level gebeuren, dat zou een Ghost zijn. Oké, okay. Naar Ghost gaan dan? Ja. Dat vind ik wel geestig. Dat is wel een geestig dingetje inderdaad. Wat was die gym challenge daar ook alweer? Double battles. Boring. Zeg dat wel niet. Oh, ik wil trouwens nog één ding doen. Dat is dit vol pompen met dit. En met dit. En met dit. En hier nog een paar van. Zo. En nu moeten we die Klerenberg op klimmen. Niet de Klerenberg. Ja, zeker de Klerenberging. En dan kunnen we vanaf daar. Let's go! Let's go! Let's go, okidoki. Hyper Potion! Oh ja, misschien is het handig om potions ook te kopen. Zal er straks eens even naar kijken. En... Kijk, wat meteen. Ja, goed, 20. Climbing. We do be climbing. I love not climbing. Not a really fun of that. No. Kijk. Wat poep gebeurt. Ja, poep gebeurt ding wel heel vaak tegenwoordig. Oh, opeens zo'n gore hunting. Niet een gore haunting. Vieze gore haunting. Had jij die niet in jouw teaming? Nee. In de eerste keer dat we speelden? Nee. Ik zat er eerst over na te denken om hem in een team te douwen. En toen dacht ik, ja, maar dan heb ik allemaal hond-Pokémon. Ja, ik had die andere gore hond. Ik had Fido. Ik had niet Fido. Die had ik wel in mijn team, ik weet het niet meer. Ik had Fido in ieder geval. Oh.
I was dubiing fan of Fidoing. Ik had in ieder geval die waterstarter. Kwakwavel. Kwakwavel. Maar ja. Maathond, ik zie jou toch niet als je alleen jouw vuurtje boven de grond doet. Annoying. Ik zag Frigibags. Ik wist niet dat hij hier... Niet Frigibags. Ja. Ik wist niet dat hij hier zou ook spawnen. Kijk, die ik kan chilling. Ja, hier doe je chilling. Chilling rain. Kijk, ik kan toch wel hier opklimmen. Oh, je kan gewoon daar lopen. Oké. Een ijssteen. Die had ik nog nodig, Ink. Ik heb de Pokémon die evolved ding met een ijssteen. Ink. Ja, zo'n filling the pigs. Zo'n filling the pigs in die ding. Dus als ik nog filling the pigs in wil gebruiken, Ink, dan is dat mogelijk, Ink. Lekkering. Zeker lekkering. Oh, we zijn van rollen gewisseld. Jij zegt lekkering en ik zeg zeker lekkering. Ik ben in de starting. Ayoing! Ben jij snelling? Ja, ik ben zo'n snelling pants, ben ik. Zo'n snelling boy. Ik moet die hele touwtiefjesberg opklimmen. Kijk, als we nou klimming de berg in konden doen, Ink. Dat zou heel ziek in zijn. Zeker, Ink. Helaas is dat nog niet mogelijk, Ink. Helaas, Ink. Zegt dat wel, Ink. Speculatie. Moeten we straks weer tegen een Nemonatoetje of dat niet? Nemonatoetje. Na de zevende. Zullen we nu 5 gehad? We gaan nu 6 doen. En dan hebben we 7. En dan moeten we gelijk weer naar Mona. Oeh, lucky egg. Heel ziek om aan Bob te geven. Ah, maar... Oh ja, wacht. Je mag geld items op Bob. Pot for drink. Oh nee, niet op Bob. Excuse, op Azumarill. Oeh, ja. Yeah. Niet op Bob. Ging ik nog maar even checken. Dat is wel lief, Ink, dat je wel checkt, Ink. En als je eerlijk speelt, Ink. Tuurlijk, Ink. Lekker, Ink. Big nugget. Let's go. Een hele grote nugget. Een hele grote. Ik ben de verkeerde kant op gegaan. Nandering. Nu voel ik me echt zo'n Sandering. Wow. Ik snap het wel. Ja, sorry, Sandering. Maar het is wel waar. Zo waring? Als haring. Zeker. Oké, nu moet ik even... Oh, fuck. You falling naar beneden. Ja, het heeft geen zin meer om te klimmen. Het heeft echt geen zin meer. Ik glij alleen maar uit. Ah, en dan moet ik ook nog eens tegen zijn torrel. Dat is heel sad, Toddle. Zo'n walgelijke Pokémon, dit ding. Klopt. Klopt. Ik denk dat ik dit ga doen de volgende aflevering. Lijkt jij dat een goed idee? Ik denk dat we geen andere keuze hebben, want dit duurt veel te lang. Laten we eventjes genieten van het Nando-scherm. Ja, geniet maar even van mijn pijn. Oh, dat zal ik zeker doen. Je kan alvast je team gaan prepping. Ik ben prepped and moving en huffing. Oké. Okay. Kijk, hoe lang heb ik nog één? Heel lang nog één. Zo snel mogelijk. 7 minuten? Nee, dat vind ik te lang, Ink. Maar het moet sneller, Ink. Oh, kudding. Running. Kijk, daar is al één Pokémon centering. Dus dan Centering. Dan heb ik al één checkpoint als ik daar langs ga. Lekker. Als je weer naar beneden tieft. Ja, nou ja, dat hopen we niet natuurlijk, maar... Nee. Nando is zijn running shoes vergeten. Nee, de game is zijn frames vergeten. Frame vergeten in te laden. Ja. Lekkering en de wing. Hoe de fuck moet ik omhoog gaan hier? Oh, wacht. Nu ga je terug. Ja. Good showing en een Rex.
Nog verder naar Rex. Ja. Daring. Ja, Daring Heining. Je komt net van... Een beetje waar je vandaan komt. Oh ja, maar ik kom net van links in, Daring. Maar je kon hier omhoog in. Ja, en dan moet je zigging zagging. Zigging zagging voor op, de Pokémon. Je kan het. Ik geloof in jou. Ja, maar het ding is... Deze Pokémon die gaat niet zo snel in. Misschien komt dat omdat jouw running shoes nog in Hoenn liggen. Kut. Ik wist dat ik wat was vergeten. Is van die map randomizers. En daar ben ik gewoon mijn running shoes vergeten. Pottery. Zeker Pottery. Ja, dat kan. Weet je wat echt een vet idee is voor een Generations? Wow, nee. Een Bingo Generations. Randomized Bingo Generations. Hoe dan? Met Sandring van Gaming SB. Met Sandring van Gaming SB? Ja. Moet kunnen. Je wilt de wereld zien branden, hè? Ik hoor het al. I'm feeling it, ding. Nou, ik ben er in ieder geval. Nou, ik hoef helemaal niks te kopen. Lekker, ring. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor de volgende aflevering hoop ik dat wij zo'n Pokémon meester gaan zijn. En op de stage die double battles gaan winning. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende keer. Adios, amigos.